Symptomen van een magnesietekort. Dit probleem wordt doorgaans niet vastgesteld, omdat het magnesiumgehalte niet naar voren komt bij een routine bloedtest. Slechts 1% van het magnesium in ons lichaam wordt namelijk opgeslagen in de bloedbaan. Daarnaast is het zo dat de meerderheid van de dokters niet naar het magnesiumgehalte kijkt bij het doen van een lichamelijk onderzoek bij patiënten. Deze feiten maken het vaak moeilijk om te weten of je last hebt van een magnesietekort. Gezegd wordt dat er bij het grootste gedeelte van de mensen die in geïndustrialiseerde landen wonen, zoals Nederland, sprake is van een tekort aan magnesium. Slechts weinigen van deze mensen zijn zich hier echter van bewust. Toch is het belangrijk om te weten dat een magnesietekort veel ziektes met zich mee kan brengen. Magnesietekort, wat je moet weten. Magnesium is na water, zuurstof en basisvoedingsstoffen een van de belangrijkste mineralen die in het lichaam aanwezig zijn. Dit mineraal is van essentieel belang voor je ontwikkeling en is relevanter dan calcium, natrium en kalium. Dit komt doordat magnesium verantwoordelijk is voor het reguleren van deze drie overige mineralen. Een van de meest voorkomende symptomen van een magnesietekort is dat je de hele dag door erg veel dorst hebt en je dus elke dag veel water of andere vloeistoffen drinkt. Dit symptoom wordt veroorzaakt doordat het lichaam niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt via het eten. Het lichaam uit dit tekort aan voedingsstoffen door te hunkeren naar hydratatie. Een magnesietekort kan voor veel ongemak zorgen. Zo kan het je slaapritme verstoren, stresslevels verhogen of je atletische vermogen verminderen. Een tekort aan magnesium is vooral merkbaar in de kwaliteit van het leven van iemand die er last van heeft. De eerste symptomen zijn erg subtiel en blijven veelal onopgemerkt en na een tijdje worden de symptomen geleidelijk aan herkenbaarder. Je kunt in eerste instantie bijvoorbeeld last hebben van kramp in de benen, pijn in de voeten of steken in de spieren zonder te hebben getraind. Wanneer de symptomen eenmaal erger beginnen te worden, kun je last krijgen van verkleuming, krampen en frequente tintelingen. In erg heftige gevallen kan er ook sprake zijn van coronaire spasmen, een persoonlijkheidsverandering of een onregelmatige hartslag. Een magnesietekort kan invloed hebben op alle organen in het lichaam, vooral op de spieren. Hierdoor kun je vaak last hebben van pijn, spanning, krampen of spasmen. Ook kan er sprake zijn van aandoeningen van het kaakgewricht, hoofdpijnen of beklemming op de borst, waardoor je niet in staat bent diep adem te halen. Een magnesietekort kan er ook voor zorgen dat de spieren samentrekken en dit kan aandoeningen veroorzaken als constipatie, menstruatiekrampen, een brok in je keel, fotofobie, overgevoeligheid voor geluid, een aangetast zenuwstelsel, slapeloosheid, angst, paniekaanvallen, hyperactiviteit, pijnvrees, PMS, tintelende gevoelens, verkleuming of instabiliteit. Met betrekking tot het cardiovasculaire systeem kan een magnesietekort de volgende aandoeningen veroorzaken: aritmie, hartkloppingen, pijn in de borst, angina, spasmen in de aderen, hypertensie en mitralis kloprolaps. Waarom is magnesium zo belangrijk?
Je lichaam heeft magnesium voor praktisch alle functies nodig. Lichamelijke cellen kunnen leven dankzij magnesium. Dit mineraal is essentieel voor de werking van enzymen en de synthese van eiwitten, koolhydraten en vet. Ook heeft het lichaam magnesium nodig bij het produceren van energie. Kortom, een magnesiumtekort heeft invloed op alle systemen in het lichaam. Een manier om dit tekort te voorkomen is door veel water te drinken, want water bevat namelijk een grote hoeveelheid magnesium. Misschien vind je het interessant om te weten dat een tekort aan dit mineraal kan leiden tot diabetes. Uit verschillende studies is namelijk gebleken dat mensen die last hebben van een magnesiumtekort gevoeliger zijn voor het ontwikkelen van problemen met de bloedsuikerspiegel. Hoe kan ik magnesium toevoegen aan mijn dagelijkse dieet? De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid magnesium is 300 mg voor mannen en 280 mg voor vrouwen. Zwangere vrouwen hebben wat meer magnesium nodig en zouden ongeveer 350 mg per dag moeten consumeren. Voeding waren die veel magnesium bevatten zijn voornamelijk noten, als amandelen, cashewnoten en walnoten, en peulvruchten, als erwten. Het menu op een dag van een dieet rijk aan magnesium kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien. Ontbijt, thee met magere melk en 2 sneetjes geroosterd volkorenbrood. Late ochtend, 10 amandelen of 10 noten van een andere soort. Lunch, een kop rauwe spinazie. 120 gram biologische tonijn en een kop gekookte zilvervlis rijst. Als toetje kun je een stukje caloriearme vlaai nemen met 2 gehakte walnoten. Tussendoortje, ontbijtgranen met magere melk en een appel. Late middag, 2 rijstwafels of havermoutkoekjes en een handje rozijnen. Avondeten. Kipfilet met ovenschotel en een salade van tomaten en komkommer. Als toetje kun je een half kopje aardbeien eten.